Goedemorgen, dit is het weerbericht van Weerplaza van woensdagochtend 3 juli. Zon en wolkenvelden boven ons land, en met name boven Flevoland, is de bewolking wat dikker. Daar valt ook een enkele bui. Verder is het zo goed als overal droog en dat blijft ook de rest van de dag zo. Vanochtend ontstaan er geleidelijk wel veel platte stapelwolken. De zon krijgt het daar uiteindelijk moeilijk mee. Temperaturen daarbij rond een graad of 15. Maar het loopt vanmiddag uiteindelijk nog op naar zo'n 18 tot lokaal 23 graden. De noordenwind is meestal matig van kracht. Windkracht 3 of 4. Op het IJsselmeer en naar zee kan de wind eventjes wat sterker zijn. Vanavond verdwijnt de meeste bewolking weer. Het wordt overal droog. En de temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 16. En vannacht wordt het uiteindelijk op de meeste plaatsen een graad of 10. Morgen hebben we opnieuw een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft waarschijnlijk overal droog en de temperaturen op veel plaatsen een graadje hoger dan vandaag, met 19 tot 23 graden. Vrijdag kan er mogelijk in het noordoosten een bui vallen. Verder is het overal droog en mogelijk in het zuidoosten zomers warm. In het weekend zijn de temperaturen weer wat lager en met name zaterdag is er kans op een enkele bui. Mijn naam is Wilfried Jansen en voor weerplaza.nl en ik wens u nog een fijne dag.